Daar moet ik eens goed over nadenken, wat dat betekent. Eigenlijk is dat zoiets van, ja, zo de druk en hetgeen dat verplicht is, is een beetje voorbij. En je hebt tijd voor alles, dat is eigenlijk vakantie. Maar ik doe mijn job graag, dus dat gebeurt niet. Ik wist dat ik vakantie heb. Mijn jongste broer die woont in Wenen en die heeft in de bergen in de buurt van Graz in Oostenrijk een grote boerderij in de bergen gehuurd. En die staat erop dat ik zou langskomen, maar ja, door de werken met de kampioenen en de zonen van Van As die ook op til staan, zal het maar een paar dagen worden waarschijnlijk. Dus het zal zeker niet voor een lange periode zijn. Dat zijn de eerste plannen die ik heb in die richting.